volgend jaar op het filmfestival te zien. Ik vind het leuk hier. Vast geen romantische film. Dick en Harry van Teijlingen zijn broers en vormen samen met Gitaar Tom het duo Tom, Dick en Harry. Niet zomaar een duo, want wie neemt er nou een cd op in de huiskamer, terwijl buiten de bussen langs denderen? En wie wil van zo'n cd nou zoveel verkopen om een kasteel in zijn geboortedorp te kunnen aanschaffen? Nou, Tom, Dick en Harry dus. Ja, hallo. Iedere dinsdagmiddag om 1 uur sta ik hier voor de deur. Doe Dick open, gaan we koffie zitten, krentenbolletje eten, plaatje draaien. Laten we elkaar allemaal gezellige dingen horen. Om elkaar uit te leggen van wat wij nou mooi vinden aan de muziek. En door dat te doen, kregen we een heel aparte invalshoek van heel bekende nummers. Nou, op een gegeven moment komen we dan in stemming, dan gaan we opnemen. Gewoon in huis. Nou, in de huiskamer opnemen heeft natuurlijk een beperking. Is dat je niet in een fantastische, geoutilleerde studio zit. En hier, misschien hoor je het wel, gewoon de bussen razen voorbij. Of een sirene of zo. Ja, daar stoppen we eventjes. En dan nemen we nog een bakje en dan gaan we weer. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. Mrs. Jones is zeg maar het leidmotief. Van de cd. Twee mensen die elkaar ontmoeten, heimelijke ontmoetingen. En het plezier wat ze beleven en de moeilijkheden die het geeft om vreemd te gaan. De nummers daarna zijn heel vrolijk en heel vol met liefde en warm en blij. Daarna gaat het eventjes mis en dan zijn er een paar trieste nummers in. Dan komt alles weer goed en dan eindigt weer blij. Bij ons is meer een soort studiereis door die muziek. Van hoe kan je dingen benaderen en hoe kaal kan je het maken? Hoe ver kan je gaan? En dan proberen we ons voor te stellen hoe iemand ergens in de zuidelijke staat op een veranda met zijn gitaartje dat nummer heeft zitten schrijven. En als je daar weer terug bent, dan vanaf dat moment bouwen we het dan weer op. Ook alleen met gitaar. Ja, die kaalheid is wel bewust. We're grooving on a Sunday afternoon. Ik weet ook de gebroeders van Teijlingen. Dat is ook niet voor niks. We hebben het slot Teijlingen in Sassenheim. En dat was voor ons een soort speeltuin. In dat kleine dorpje gingen wij zeg maar de achtertuin uit. Dus door het gangetje over het water met een vlotje. En dan gingen we naar het slot Teijlingen. Kijk, dit is de Teijlingerstomp. Dit is het. Dit gaan we kopen. Ja, vroeger speelden we hier altijd Floris en Sindela. En Harry was meestal een paard. Er komt een mooi dak op, moet je je voorstellen. Flink dak hoor, een hout. Mooi rond, stalen binten. Maar ook een cowboytje hebben we ook wel hier gespeeld. Dat heeft natuurlijk niks met het kasteel te maken. Wij waren natuurlijk de goeie altijd, Dick en ik. Hoe groot is het, Dick? Nou, moet kunnen. Moet kunnen. Hij is even aan het kijken voor de badkamer. Beetje plamuren. Beetje plamuren, zegt hij. Can imagine anything that's better. The world is ours, whenever we're together. There ain't no place I'd rather be instead of grooving. Have mercy, crowd it out. Look at the fridge. Keep on spending. Sunny days this way. Nou, een paar miljoen hebben we wel nodig, denk ik, om het een beetje acceptabel te krijgen. Kijk, we hebben een prachtige cd gemaakt. Daar zijn we heel trots op. En ik denk ook dat de mensen het mooi vinden. Als de mensen het mooi vinden, laat ze het alsjeblieft kopen. Want dan kan onze droom, die van Dick en van mij, die kan waar worden. En dan komt hier echt een schitterend kasteel en een mooi bos. En iedereen mag in het bos wandelen. Daar doen we niet moeilijk over. Lekker blijven doorspelen. Hier staat Helga van Leur het weerbericht.
Bewolking zal de komende 12 uur ons land nog wel over.